But if you close your eyes. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en ik heb een beetje haast, want ik heb om over 10 minuutjes afgesproken met de Rupster, met Ruby, om eventjes wat bij te kletsen en zo. En we gaan ook even naar de stad. Dit is wat ik op dit moment draag. Ik heb even heel snel haast. Ik heb mijn nieuwe bomber jacket aan van de weekend. Trui van de weekend, broek komt van de Bershka, schoenen Vans en ik neem mijn iPhone mee natuurlijk en mijn camera en ik ga nu naar de Ruby toe. Ik ben dus alweer thuis en ik ben niet alleen. I'm with Ruby! We gaan maken. Paddenstoelcakejes. En dit heeft een verhaal, want mensen die Wrecking the Stars hebben gekeken, die weten dit wel, maar er kwam zeg maar een stukje in van Kai. En er stond zeg maar iets in over een paddenstoel en whatsoever. Wat hebben we meer gehaald? We hebben... Oh, en Kai is jarig. En Kai is vandaag jarig. We hebben roomboter ongezouten gekocht. We hebben... ijskaffe. Dat heeft Ruby gekocht. Hey, Whippy. Oh, ja. En ze hebben echt een leuke naam voor slagroom. Dit heet Whippy. Whippy. En we hebben eieren gekocht. Dus we gaan lekker cakejes maken. Oh, het zijn echt hele grote cakevormpjes. Wow! Daar kan je gewoon, we kunnen ook, ik dacht zo van, als ze nou ook nog kleiner hadden gekocht, dan hadden we gewoon 26 kindjes gehad. Dat ging niet goed. Oh, het is een beetje donker. Hoeveel zijn het er nu dan? 13. Oh. Nou, dan kunnen we wel de naam van Kai spellen. Dus we gaan lekker kindjes maken. En, het heet Pansel. En ik ga nu even wat drinken, want mijn zweethoofd, die moet even bijkomen. En straks gaan we als de kindjes erover zitten. Ik moest fietsen op hakken. Ja, Ruby moest fietsen op hakken. En ze heeft een Justin Bieber shirt gekocht. Jij. The last one. Die daarheen. Hij is echt leuk. Ik kom bij de kassa. Hoe duur is die? Stond heel groot op het kaartje, 1999. Ging die code invoeren. Dan wordt het 10 euro. En ze zei van, oké, laat maar. Ze zei Ruby, ik neem hem. Wat zijn dat? Dat zijn die spikkels voor die... Oh, kijk. Oh, je ziet het niet. Kijk, dit zijn die spikkeltjes die je dan op... Op de cakejes moet plakken. De cakejes? Ja. Jij wilde van ja? Ja, Nou, dan ga ik even de vlog even eindigen en dan zie ik jullie zo weer. Boter mixen, kijken of die het doet. Net was het grap. En de boter. Waarom heb je er maar één nodig? Ik weet niet. Ik moet gewoon met één. Daar gaat hij dan. Lekker. Echt dat die boter dadelijk gewoon overal zit, letterlijk op de boeddha, op de keuken, op de koelkast, op Ruby's trui. Nying. Oké, dit gaat nog wel even duren. Eitje nummer 1. Dat werkt niet. We moeten echt die schilder uithalen. En een lepel. Waar is je prullenbak? Daar, een boekje. Ruby, wat is dit? Ik haal die schilder al uit, wat voor. Net op mensen heeft de handen gewassen. Ja, dat heb ik wel gedaan. Oké, next ei. Ruby, hoe de fuck maak jij een ei open? Of moet het ei geel er wel? Ja! Wacht, er zit wel een aantal schil in hoor. Dat moeten we er even uithalen. Anders... Een bakken met Ruby gaat fout. Er zit er nog een schil. Waar? Daar, met je vinger. Straks zit je nagel erin. Nee, dat gaat te ver. Oké, eigenlijk moest alles tegelijk, maar dat... Oké, nu gaat de bak mee... Ruby, kijk dan een klein zakje. Ja, ik weet het. Jij wilde de pannen. Ja, ook paddenstoelen. Pannenstoelen, ja. Oké, nu gaat dit erin.
Kijk eens, hoorde, Ruby heeft ze gemaakt. Ik heb geen reet gedaan, like always. En ze zien er wel, oké, okay, uit. Dit gaat in de oven voor hoeveel minuten? Staat op de pan. Hoe lang hebben we hierover gedaan? Want staat bereidingstijd 20 minuten. Dat hebben wij nooit gedaan. Baktijd 15. 13 tot 18 minuten. 13 tot 18 minuten. Oké, dus dit gaat lekker in de ogen. Hebben jullie al honger? Hebben jullie al honger? Als jullie deze vlog zien, is het top. Ha, ha, ha. Volgens mij hebben we een Amerikaanse avond, want we hebben ijskoffie zelf gemaakt. Heeft Ruby gedaan. En dit zijn de cakejes geworden. Ze zien er toch echt lekker uit, jongens. Oh my god. En dit gaat er nog op. Dit lijkt net bloed. Oeh. Lekker. En we zijn nu ondertussen Working the Stars aan het kijken. Met... Kai! Alleen hij zegt heel weinig. Maar hij komt zo aan de beurt. Cakejes, ijskoffie, tv, de Rupster. Ja. En lekker chillen! Wacht, komt ie. Sorry, maar we zitten hele oude songfestival dingen te kijken. Hoor. Broodje frikanda speciaal. Inmiddels is Ruby alweer weg. Ik zit nu lekker op de bank. Ik ben de vlog van Marcia aan het kijken. En ik ga even het huis een beetje opruimen. Misschien, want het is best wel een troep. Ik heb net al wat een deel opgeruimd. Maar er staat daar nog een bord met allemaal van die vormpjes. Van de cakejes. Het is nu 3:30. En ik ben best wel een beetje... Moe. Maar ik vertik het om weer een dutje te doen. Want ik doe de laatste tijd best wel veel dutjes. En ik vind dat best wel KUT. Maar af en toe je lichaam rust geven is ook wel fijn, denk ik. Ondertussen zijn there, de doggies. Rier van Babbe is aan het liggen op de grond. Ik ga deze vlog nog afkijken. Deze vlog duurt nog 6 minuutjes. En dan ga ik lekker beginnen aan de grote schoonmaak van het huis. Dus, let's go. Inmiddels is het alweer een paar uur verder. En ik heb net lekker gedanst, dus weer een bezweet hoofdje. Yay! Morgen is het donderdag voor mij. En dan ga ik samen met Jamira naar dit musicalvoorstelling. Naar deze musicalvoorstelling. The Bodyguard. En voor de mensen die The Bodyguard nog niet kennen. Hij is nog te zien als je deze vlog ziet. Echt nog, vanaf vandaag is het nog 11 dagen, ze doen nog 16 shows. En volgens mij, als deze vlog goed komt, komt deze op zaterdag online. En dan is die, kijk, het is dan 6, 8. Of het is de 8e of het is de 9e. En dan speelt die nog en dan kan je nu nog je laatste kaartje bestellen. Dus, natuurlijk ga ik ook vloggen bij The Bodyguard. Die vlog komt later online. Aankomende week komt die online. Zeg maar, voor mij dus niet deze week. Maar, really, ja, dinsdag waarschijnlijk. Dinsdag komt die vlog. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ik ga in ieder geval nu beginnen met de edit van deze vlog. Die jullie nu bekijken. En, ik hoop dat jullie deze losse vlogs, wat leuker vinden dan de weekvlogs. Ik ben in ieder geval wel echt super blij dat ik deze keuze heb gemaakt om gewoon weer 2 dagen in 1 vlog te doen. En toch een beetje meer, ja, speling te hebben. Ik ben wel echt blij, want ik heb natuurlijk Romy voor Bodyguard. En dat wilde ik. Maar ik brabbel alweer 2 minuten bijna. Mijn camera is bijna leeg, dus die moet ik ook gaan laden. En dan
spreek ik jullie later vandaag nog eventjes. We gaan even lekker in de tuin te genieten van de zon. Inmiddels is het alweer een paar uur verder. Ik heb lekker gegeten. Het is nu een uurtje of 7:30. Ik ga niet heel veel boeiends meer doen. Dus ik sluit deze vlog af. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. Want ik zie dat heel veel mensen dat nog niet hebben gedaan. En die wel de video kijken. Dus ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal. Dan zou je zeker even abonneren op het kanaal. Want er komen nog meer vlogs aan. Superleuk. Ik had trouwens nog niet verteld dat het buiten super lekker weer was. Maar ik ga dus lekker de vlog afsluiten. Dank je voor het kijken. Vergeet me niet ook te volgen op social media. Dan zal het hieronder staan. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Tot de volgende video. Doei doei.